Oké, boys, ik ga mijn eerste vlieg van vanavond hier winden. En dat is in principe een imitatie van een larve van de schietmotten. De Ryacophila. Dat zijn die larfjes die in zo'n houten buisje zitten of noem maar op. Maar als je eruit haalt, dan hebben die zo'n kleur. Dat lusten ze wel. Maar dan een beetje met een pink tintje, zeker voor de vlagzalm. Ik bind die zowel van haak 10 tot op haak 16 of 18. Ik ga vanavond eentje binnen op haak 10. Dat is dan makkelijker voor de mensen die moeten volgen. En dan kun je beter de verhoudingen zien. Als haak gebruik ik een B100, dat is de dunste. En waarom? Omdat ik nogal tamelijk veel ga verzwaren. En anders met een B110 wordt dat lichaam veel te dik. En hoe dunner dat ze zijn, hoe beter. Want als je zo'n larfje uit zo'n koker kan halen, dan is dat ook inderdaad heel dun. Als verzwaring neem ik dus een tungsten. Pink. Je hebt ook pink in glitter. En je hebt gewone pink. Dat hangt er een beetje af wanneer. Die glitter die gebruik je meestal als het water nogal tamelijk donker is. En dat ze toch iets beter zien. Misschien wel het belangrijkste van de hele vlieg is de verzwaring. Want behalve dus die tungsten, dat is een 3 mm of een 3,3. Tamelijk zwaar, want ik gebruik die punt altijd als puntvlieg. Als ze vissen met 2 of met 3 nymfen, gaat die op de punt. Loodraad gebruik ik 0,37 als diameter, dat is tamelijk fijn. En dan begin ik met ongeveer 20 slagen lood op dat haaksteel. Mooi verdelen. Die heeft zeker een beetje te kort op. Is een ja. Beetje hier ja. Dan mes komt niet. Hij gooit nog niet hier open. Dan een roze afstand. Omdat. En een donkere laag. En een lage laag. Misschien. De roze en een donkere laag. Die goudkoppen, die zijn dus, aan de ene kant zit daar een gewoon gaatje in. Aan de andere kant zijn die een beetje uitgefreesd. Dus die uitgefreesde kant, die komt de kant van het lood omdat je dan je eerste loodbindingen dat kunt inschuiven. Nu zitten er ongeveer 20 op en dan leg ik daar nog eens 7 of 8 slaagjes lood, zodat de overgang naar dat kopje vrij egaal is. We gebruiken pink bindraad, zetten op achter uw lood, dan kan dat lood niet meer weg, kan niet meer opschuiven. Nu gaan we daar een keer mee door het lood. Dat het allemaal goed vast ligt. Dat dat vooraan een beetje minder egaal is, maakt niet veel uit, want ik kom straks toch dingen. En dan doe ik er een klein beetje secondenlijm op. Achter het kopje, dat blijf ik. Dan gaat die secondenlijm al in dat kopje indringen. Krijg je nog een donkere laag van een roze? Je bindt door tot tamelijk diep in de haakbocht. Ja. Dan gebruik ik als ribbing pink wire, zo heet het. Dat is geen looddraad, dat is een soort van, ja, wire heet dat. Dat is wel licht verzwaard. En dat bind je in waar dat je lood geëindigd is. Bind je in daarachter. Ja. En nu moet je zien dat je lijfje zo egaal mogelijk is. Dus met je bindraad moet je nu een beetje proberen een egaal lijfje te maken. Want dat is wel belangrijk dat je van dun naar dik straks kunt dubben. Goed, als dubbing gebruik ik SLF, maar je kunt gewoon andere soorten dubbing hebben. Het belangrijkste is dat het dus die kleur heeft van die Ryacophila. Dat is de echte kleur
van die larfjes die in die kokertjes zitten. Je trekt dat een beetje uit elkaar. Je doet daar een beetje wax aan. Dat een klein beetje plakt. Niet te veel. Liever wat minder. Dun begin. Ja, ligt vast. Nu kunt je al een keer bijdraaien. Met schuif. Je mag ze een beetje rechts zitten. Nog een beetje bijgeven van. Die dingen. Zie je, het lijfje gaat al van dun naar wat dikker. Tot waar dat je tweede verdikking van lood zit, tot daar. Dan gaat je met die pink wire, dus tegendraads ribben. Op dit moment zie je daar niet zo heel veel van, maar in het water zie je heel duidelijk die ribben die erdoor komen en die dus licht pink zijn. Bind af. Nu gaan we een thoraxje maken. Van tamelijk donker hazen oordubbing. Niet te veel, een beetje tamelijk dun. En omdat daar wat langere haakjes in zitten, ga je straks zien, als je dat een klein beetje uitkampt, krijg je een klein kraagje eraan. Goed. Nu is misschien het moeilijkste van de hele vlieg, omdat we gaan één of twee keer een slagje hekkeltjes maken van CDC. Kulle kanaar dus. Ik neem met een bindraad dus dubbel. Ik laat het dan even aan. Uw CDC, dus twee veertjes, ga klemmen. Ik neem over met dit. Dan knip je de steltjes eraf. Dan ga je dat overhoudt. Je doet er weer hier een beetje wax aan. Nu komt het. De tussenklemmen. Eerst hier onderaan. Een keer aandraaien. Van zijn zilver gaat opdraaien. Ja. Goed. En daarmee gaat hij nu slags kan of twee draaien. Een beetje naar achter drukken. Snel genoeg. En afbinden. Wit finishen. Nu nog een klein beetje lak. Daarvoor gebruik ik nog allemaal kind het beroemde fijne naaldje.
Ja. Dan gaan we er een klein beetje uitkomen. Niet te geweldig, vooral de thorax. Het zijn die paar kleine veertjes van CTC dat in het water juist een beetje is. Maar nu nog iets belangrijks, dat straks heeft Simon het plat geknepen voordat hij zijn vlieg gebonden heeft. Ik ga ze plat knijpen nadat mijn vlieg gebonden is. Omdat dan de dubbing meteen ook de vorm aanneemt van de vlieg. Nu is die plat. Ik moet dan daarmee geen lood bovenaan leggen, want hij vist van zichzelf al upside down. Omdat hem dus gecurved is. Voilà. Dat is het. Aan de punt vissen en daarboven dan minder verzwaarde of helemaal geen verzwaarde vliegen als op een dropper kan. Succes allemaal. That's it. Laat ik je rondgaan.